Mensen, dames en heren, jongens en meisjes, vandaag zijn wij hier met een gloednieuwe video. En vandaag gaan we wat leuks doen. Jullie kunnen samen verdienen. Oh, mannen. Wat ik ga doen, ik heb een Discord. Mijn Discord link is in de beschrijving. En ik ga dit vaker doen als jullie dit leuk vinden. Er zitten mensen nu te wachten in de wachtkamer. Ik kan zien, de wachtkamer, fantastisch. Ik sleep je straks bij mij erin. En op het moment dat jij mij een grap vertelt, en die grap is goed, en dan mag diegene die erin komt, mag mij een mop vertellen, lach ik om die mop, Katie. 10 euro, gewoon cash in de koulo klauwen. Dat is toch lekker. En lach ik nou niet, dat is vervelend voor diegene. Maar degene daarna kan 20 euro verdienen. En als ik weer niet lach, 30 euro, 40 euro. En ik lach niet zo snel, dus ik kan... Doe een duimpje op deze video als je het leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal. Kan hier beneden. Hartstikke leuk, hartstikke mooi. Over 2 minuten gaan we beginnen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben klaar, ik ben ready. Ik voel me goed, ik voel me lekker. Ik ben zwaar benieuwd wat mensen gaan zeggen tegen mij. Ik hoop echt op leuke grappen. Lekker leuk, lekker grap. Wie zou ik gaan beginnen? Ik zit even te kijken. Ik denk dat ik met Aad en Mos ga beginnen, want die ziet er goed uit. Hopelijk heeft hij een beetje een leuke mop. En ik heb een pen. Dan kan ik opschrijven op het moment dat ik niet of wel gelachen heb. Want dan kan ik het bijhouden. Anders ga ik natuurlijk vergeten hoeveel geld ik moet betalen. En ik ga het eerlijk doen deze keer, mensen. Ik ben eerlijk. Ik ben een eerlijk persoon. Ben je mijn Discord nog niet gejoind? Dat kan hier beneden. Volg me niet op Instagram. Doe het. Koen is mijn Instagram. Dikke vette Koen. Abonneer nou op mijn Koulo kanaal. Al echt elke dag 1000 abonnees erbij. Vandaag 2000 abonnees erbij. Kaasje, makkelijk. Download. Kaasje. Laten we Aadje maar erin gaan slepen. Want hij is de allereerste die ik toegang ga geven tot de fantastische server. Daar komt hij. Aad. Yo, Aad. Hallo? Kan je me nu horen of niet? Ja, ik kan je horen. Vertel je mop voor 10 euro. Oké, komt ie. Milo staat in de rij van de supermarkt met achter hem een knappe chick. Wanneer hij zich omdraait, glimlacht ze lief naar hem en zwaait. Baast vraagt Milo aan haar of zij hem misschien ergens van kent. Stilletjes zegt ze tegen hem, je bent volgens mij de vader van een van mijn kinderen. Milo schrikt en begint diep na te denken. Plots denkt hij terug aan zijn vrijgezellenfeest. Hij vraagt haar, ben jij misschien die blonde die ik op mijn vrijgezellenfeest heb gepakt toen al mijn vrienden stonden toe te juichen? De vrouw schrikt en zegt, Milo, ik ben gewoon de lerares van je dochter. Hij was goed, maar ik moest niet lachen. Helaas, dankjewel. You? You. Hallo? You. Vertel je mop voor 20 euro. Heet je opa een rollator dan je oma met een vibrator? Was dit nou echt je mop? Ja. Helaas, ik vond hem niet leuk. De groeten, de volgende. Hallo, vertel je mop voor 30 euro. Wat is de gelijkenis tussen een 14-jarig meisje die zwanger is en de baby in haar buik? Ik heb geen idee. Ze denken allebei, kut, mijn moeder gaat mij vermoorden. Ik moet zeggen, hij is goed, maar ik hoef er niet te lachen. Het spijt me. Oké, komt de volgende. Ik moet zeggen, ze zijn op zich helemaal niet heel slecht, maar ik hoef nog niet te lachen. 40 euro, jezus. Lisa, een vrouw, nou, die gaat hem zeker niet verdienen. Lisa, hallo. Tel je mop voor 40 euro. En weg is Lisa. Lisa had geen mop voor 40 euro. Prima. Oké, dan zie ik hier iemand staan en die heet een meme guy. Nou, nu heb ik een hoge verwachting, moet ik zeggen. Yo, hallo? Vertel je mop. Als ik lach, geef je 40 euro. Oké. Wat is groter dan de aarde? Ik weet het niet. Robbie. Waarom lach ik hier om? Oh mijn god. 40 euro voor jou. Kaasje. Ongelofelijk kaasje. 40 euro. Mooi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Joe. Kijk, de volgende. Yo, Koen. Yo. Er was eens een man in het dinges in het bos aan het wandelen. Zei die man, wat is er? Die smurf heet Toe. Ja. Ik ken hem al, helaas. Maar wel dankjewel voor je mof. Nee, je gaat me hier niet mee te pakken krijgen. Maar je hebt ook maar één mop, hè? En het is de tweede. Dus de groeten! Ik moet zeggen, bij die Royalistic ging ik bijna om. Bijna, het scheelt niet veel. De volgende komt erin. Het wordt Brent. Wat zijn 2 lullen plus 2 lullen? Je kan lullen niet optellen en aftrekken. Wat een kutmop! Ja, sorry. Ik moest even snel wat bedenken. Ja, nee, sorry. Jammer, helaas. Ik ga te snel. Zo raak ik veel te veel geld kwijt. Ik zie het al. Vertel je mop voor 30 euro. Oké. Okay. De man zit op de bus te wachten. Zegt de busjever, kom er onmiddellijk vanaf? Ja. Jongen, die heb ik zelf verteld in een video. Ja. Nee, jammer Giuseppe, helaas. Vertel je mop voor 40 euro. Voor 40 euro? Ja. Dat was een huurmoordenaar. Ja. Hij was erg goed in zijn werk, maar hij kostte 10.000 euro per kogel. Zo. Op een dag zat hij in de kroeg, komt er een man naar hem toe. Hey, ben jij die huurmoordenaar die 10.000 euro per kogel kost? Zegt hij ja, wat moet je? Zegt de man, ik wil eerst weten, wat als je mist? Zegt de huurmoordenaar, ik mis nooit. Zegt hij, mooi, antwoordt de man. Dus ik ben erachter gekomen dat mijn vrouw een affaire heeft met mijn beste vriend. Ik wil dat je hem in zijn pik schiet en haar in de kop. 20.000 dus. Ze zitten in het hotel 2 straten verderop. 2e verdieping. Kom, we gaan gelijk. Ze komen bij de parkeerplaats van het hotel. Kijk, dat is een kamer. Als je op die bus gaat staan, moet je goed zicht hebben. De huurmoordenaar klimt op de bus en kijkt door het vizier van het geweer. De huurmoordenaar neemt flink zijn tijd. En de man zegt, hey, waarom duurt het zo lang? Zegt de huurmoordenaar, wacht. Ik denk dat ik je 10.000 euro kan besparen.
Want... Niet leuk? Ik snap het niet, omdat hij een kleine pik heeft of zo? Ja. Ja, ik voel hem niet echt. Geen 40 euro voor jou. Jammer. Dankjewel. Alsjeblieft, download het en like deze video. Doei. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Oké, komt de volgende. Voor 50 euro, hè. Letten we even op, mensen. 50 euro. Hallo, Koen. 50 euro, als ik lach om je mop. Komt ie, hè? Ja. Ik werd dus laatst afgetrokken door een blinde vrouw. Ja. Dus ze zegt tegen mij, Stijn, ik heb nog nooit zo'n grote lul in mijn hand gehad. Mm-hmm. Dus ik zeg tegen die vrouw, nou dankjewel. En ik kijk naar beneden, ik zeg, mevrouw, u bent aan mijn been aan het trekken. Ja, nou, ja. Wel leuk, maar niet leuk genoeg. Oké, de volgende, komt-ie. Als ik lach om jouw mop, krijg je 60 euro. Oké, bij overspel zijn er geen winnaars. Maar deelnemen is altijd belangrijker dan winnen. Ken ik al. Oké, de volgende. Ik stoot mijn neus. Kloten. Yo. Hey, luister eens even. Ik heb iets voor jou. Als ik lach om jou mop, dan krijg jij niet 10, niet 20, niet 30, niet 40, niet 50, niet 60, maar 70 euro. 70 euro. 70 euro. Denk je dat jouw mop leuk genoeg is voor 70 euro? Ik denk het wel. Ja? Kom maar door dan. Hoe kan je weten dat je vriendin te jong is? Dat wat? Hoe kan je weten dat je vriendin te jong is? Dat weet ik niet. Als je een lul als een vliegtuigje moet doen om in de mond te krijgen. Nee, niet geworden. Nou, ik moet zeggen, het scheelt niet veel. Maar helaas, het is hem niet geworden. Oh, Koen. Luister eens even, Fij. Heb jij een leuke mop? Ik heb een leuk raadseltje. Een raadseltje? Want, ik kan je iets vertellen. Als ik moet lachen om jouw leuke raadseltje, waar jij natuurlijk op hoopt, krijg jij 80 euro. Ik heb er twee. Nee, je moet er één. Oké, ja. Heb je er één? Ik heb er één. Oké, helemaal goed. Doe er maar één. Kom maar door. Wat is harder dan tomaat? Als je nou heel hard tomaat gaat schreeuwen, ga ik echt niet om lachen. Tomaat! Ik moet zeggen, ik moest toch bijna lachen, maar ik heb het niet gedaan. Helaas, de groeten. Oké, voor 9 euro. Ik moet zeggen, ik zei van, ik ga niet lachen als je zegt tomaat. Nou, het scheelt echt zo'n klein beetje. Of ik moest wel lachen om tomaat. Oké, komt-ie. Hallo. Als jouw mop en ik moet erom lachen, dan krijg je 90 euro. Kijk, daar doen we het voor. Nou, dus kom maar door. Wat een avond gisteren. Ik voor het eerst in mijn leven een show meegemaakt van Jomanda. Zit ik daar, komt ze naar me toe. Legt haar handen op me en zegt met luide stem, u zult lopen. Maar ik mankeer helemaal niks, zei ik. Dat negeerde ze en zei weer met een nog luidere stem, u zult lopen. Ik deed nog een poging uit te leggen dat ik gewoon kan lopen en helemaal niks mankeert. Maar er was geen spel tussen te krijgen en ze riep weer, u zult lopen. Ha, toen de show voorbij was, kwam ik dus buiten. En wat denk je, was mijn fiets gejaagd. Wat een kutmop. Klaas, jammer jongen. De groeten. Gaan we nu. Prostaatkalifaat. Daar heb ik ooit een meme review van gekeken. Nou, hallo, prostaatkalifaat. De ene rechte. Luister, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Oké, vertel. Het slechte nieuws, ik heb nog niet veel gelachen vandaag. Dan staat er druk op mij. Het goede nieuws, als jij mij laat lachen, krijg jij 100 euro. 100 euro. 100 eurotjes. Ik ga het proberen. Nou, daar komt-ie. Wat kreeg een kind zonder handen voor zijn verjaardag? Dat weet ik niet. Geen idee. Hij weet nog steeds niet hoe hij zijn cadeau open moet maken. Kutzooi! Ja! Yeah. Oh. Wat een ongelooflijk zielige mop ook! Ik wist dat dit gewoon jouw humor was. Ik wist het. 100 euro armer. Armer. Ik ga je even open maken. Een leuke mop moet ik zeggen. De volgende, hallo! Hallo! Oh, Jezus Christus. Wat is het beste gerecht bij de Chinees? Dat weet ik niet. Euthanasie! Wat? Euthanasie! Ja. Ik versta er geen types van. Euthanasie. Ja, euthanasie, lekker. Dit is helemaal niet leuk. Jawel, dit je lachte. Dit is helemaal niet leuk. Jawel. Je weet helemaal niet hoeveel geld je kon winnen. Jawel. Hoeveel dan? Een tientje. Nee, ja, je kan een tientje, maar iedere keer als iemand het niet goed heeft, dan komt er een tientje bij. Je hebt 40 euro gewonnen. Echt? Ja. Hey! Gefeliciteerd. Rijk. Je bent dan toe rijk. Oh shit. Ik stuur... ga gelijk champa's bestellen. Kan je lekker champa's bestellen? Oh, en Mark kopen op kaasje. Yes, koop nou Mark op kaasje. Download nou kaasje. Koen, waarom vliegen vogels in de zomer naar het zuiden? Ik weet niet. Omdat het veel te ver is om te lopen. Ik moet zeggen, goede mop, maar ik heb niet gelachen. De volgende. Als jij mij mijn mop vertelt en ik lach erom, dan krijg je 20 euro. Oh, hey. Nou, daar doe ik het voor. Oké. Het spreekt één woord Frans en het is een tijger in bed. Moi. Ja. Wel leuk. Ja, hij is leuk. Hij is sterk. Hij is leuk, hij is sterk. Gefeliciteerd. Kijk eens, pure winst. Kan je lekker alle characters kopen op kaas. Hallo Chris. Hallo. Chris, luister. Als jij mij een mop vertelt en ik lach erom, dan krijg jij 10 euro. Dus vertel je mop. Ik heb een goeie hoor. Ik heb een goeie, moet je oppassen. Ja, oké, ik verwacht te lachen. Er zitten twee eieren in een pan met kokend water. Ja. Zegt de een tegen de ander. Wat is het warm hier? Zegt de ander. Ach. Word je hard van.
Ja, dit is zo ongelooflijk slecht. Het is te proberen. Weet ja, het is ik te proberen. Denken, maar Chris, gewoon... het is helaas niet gelukt. Nee, maar Koen, als ik gewoon herresse. Ah, oh, nee. Ja. Nou Chris, gefeliciteerd, je hebt 10 euro gewonnen. Waarom heeft de KFC geen wc-papier? Ik weet niet. Finger licking good. Nee, dit is niet om te lachen. Het scheelde niet veel, moet ik zeggen. Het scheelde niet veel. Nee, oké. Okay. Tije, hallo. Hey, Koen. Je bent de allerlaatste van de video en je kan 20 euro verdienen. Maar omdat je de laatste bent, verhoog ik het naar 40. 40? Oké. Ik ga mijn best doen, oké? Het moet dus een leuke mop zijn, hè? Ja. Oké. Het zusje van Paski vraagt aan Paski, wat zijn papa en mama aan het doen? Paski zegt, ik denk soep aan het maken. Want papa zei, mag je hierin? Tije, je stelt me die teleur. Oh. Dit was geen leuke mop. Oh. Helaas, pindakaas. Je had ook gewoon herres kunnen zeggen, maar dat heb je niet gedaan. Herres? Nee, werkt niet meer. Tije, toch bedankt en de groeten. De groeten. Mensen, ik heb in totaal, jezus, 40, 140, 180, 210 euro ben ik kwijt. En ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik heb nog één leuke mop. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond ik dit leuk, doe zeker een duimpje omhoog. En wil je de volgende keer mee kunnen doen, join mijn Discord. En volg mij op Instagram, want daar zeg ik als ik het ga doen. Koen is mijn Instagram, K-O-E-N. Dankjewel voor het kijken. Ik ga even mensen betalen. Holy crap, dit is duur. De groeten en adi. Os. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. De mop van vandaag, waarom zit er iemand met 7 glazen spa aan de bar van een restaurant? Het is een stotteraar die spaghetti wil bestellen. Ik mag dus een grap maken, want ik stotter zelf ook.